Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 31 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag 26 graden. Het is dus ietsjes minder warm, maar het is half bewolkt. Dus ik zal zo even kijken hoe warm de temperatuur in huis is. Hij stond gisteren op 26,5. Maar dat zou betekenen dat we de komende dagen op zich misschien weer een beetje kunnen gaan luchten voor zich. Nee, want hij staat op 27, dus hij gaat nog omhoog, denk ik. Het zou om 5 uur zijn. Dat is wel gek. Ja, en dan dinsdag wordt het weer even heel erg warm. We blijven een beetje in die 25, 26 graden hangen. Ik heb toch wat meer last van mijn hoofd. Oh, die heb ik natuurlijk gestoten, maar ik voel nu toch wel echt meer de pijn. Je ziet gelukkig nog steeds niks, maar als ik erover heen vraag, denk ik toch wel van, oh ja, chips, ik had mijn hoofd gestoten. Dus dat doet toch wel iets meer zeer dan ik had verwacht. Ik heb gisteravond, ik heb gewoon even goed gewoon gekookt, had ik natuurlijk gisteren al verteld. Ik was aan het editen en ik hoorde mezelf het gewoon allemaal dubbel vertellen. Ik denk, ik was er ook echt lekker bij. Maar ik heb niet zo heel veel smaak op eten nu, ik proef alles niet zo heel goed. Ik heb verder gewoon lekker naar, ik weet er alles van, gekeken in de BNB Vol Liefde. Daarna ben ik lekker nog even een spelletje gaan doen. En heb ik de vlog afgemaakt met editen, dus dat is allemaal klaar. Muis moet even ruiken, want ik heb lipgloss, hè. Dat ruikt wel lekker, of niet? Ik heb mijn foto's bewerkt, ik mag even eentje opnieuw doen. Die was niet helemaal scherp, dat vind ik toch altijd wel belangrijk. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ja, ik vind het nog steeds wel heel erg goed. Goede keuze geweest voor mij om die te gaan kijken. En CSI. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. Maar ik kon echt heel slecht in slaap komen. Ik zat ook echt een beetje te struggelen met dat knarsgebitje wat ik in had. Ik stond echt op het punt om die eruit te halen. Want ik kon maar niet in slaap komen. Voelde allemaal niet lekker aan. Dat heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan. Ik denk, dat komt ook weer niet goed als ik dat ga doen. Dan heb ik... Dat straks helemaal niet... dat ik natuurlijk heel erg ga knorsen. En vooral met mijn slaap. En dat is helemaal niet goed. En uiteindelijk ben ik wel in slaap gevallen. Maar ik ben nu niet meer om het uur gelukkig wakker geweest. Ik heb er weer een aspirine in zitten. Het gaat op zich wel beter, maar ik voel me nog niet topfit. Het is nog niet dat ik denk van... Yes, ik ben weer mijn oude zelf. Maar dat komt vanzelf goed. Ik probeerde net mijn armbandje om te doen en dat lukte niet. Dat was een beetje moeilijk met links. Daar heb ik eigenlijk even hulp bij nodig. Dus, moet maar even kijken. Misschien dat ik het vanavond gewoon nog even een keer proberen. Ik heb hem tenslotte zelf ook eerst een keer omgekregen. Dus het moet eigenlijk wel lukken. Ik ga zo meteen een was aanzetten en de boel hier doen. Al was even de slaapkamer afmaken. Ik ga namelijk vrijdagmiddag ga ik weg. Ga ik naar mijn vader, want er is daar braderie. Daar ben ik voor uitgenodigd om mee heen te gaan. Dat is wel gezellig. Maar ik moest slaapkamer doen vrijdag, dus ik heb zondag al een deel gedaan. Toen heb ik maandag een deel gedaan. Nu hoef ik alleen het schoonmaken, hoef ik alleen vandaag af te maken. Dan kan ik vrijdag lekker mijn bed verschonen en dan is het gewoon alweer klaar. Dus, het kwam er gewoon even tussendoor extra bij. Dit werkt op zich prima, want ik heb gewoon al best wel veel kunnen doen. Dus, ik heb de laatste dingen afnemen, verstopzuigen en dweilen. En dan vrijdag even het bed, dus dat komt goed uit. Maar ik ga jullie meenemen, dus ik ga even muziekje aanzetten en dan ga ik eventjes wat doen. Ik heb weer mijn folders niet gehad. Nou, voor een paar weken op rij dat ik mijn folders niet krijg. Het loopt gelukkig wel zo'n ding hoor bij de bezorgservice. Maar ik vind het wel vervelend. Ik vind het gewoon altijd heel leuk om de folders eventjes echt te bekijken. Ja, dit is dus niet fijn. Jij gaat mij knuffelen en dan komen er haartjes los. Ik neem mijn lipgloss. Maar het is wel jammer. En het zal best wel te maken hebben met de vakantieperiode. Maar ik denk dan ook, ik ben natuurlijk wel gewoon, ik wil gewoon wel. Langer volgt, weet je dat misschien ook wel. En dit is zo'n crème. Kijk, het is zo'n crème deodorant. Hele fijne deodorant. Eén nadeel vond ik altijd dat hij wel vlekken in je kleding achterlaat. Want als je die aandacht voordat je je kleding aan ging trekken, wat meestal het geval is,
gaf die wat witte plekken af in je kleding. Die kon je er wel gewoon uitwassen, maar ja, als je dan de deur uit moest, dan liep je wel met van die witte vlekken in je kleding. En ik vind hem nog steeds super fijn. Alleen de prijs is de afgelopen jaren ook echt flink omhoog gegaan. Ik geloof dat ik hem nog even hoor. Ik heb een haartje in mijn lipgloss, jongens. En ik heb hem. Ik geloof dat ik hem in de begintijd voor 6-7 euro kocht. En dat was al best wel veel geld natuurlijk. Toen heb ik hem 2 jaar terug in Duitsland gekocht. Daar was hij letterlijk 4,85 euro. Dus nog geen 5 euro. Toen dacht ik, jeetje, wat verschilt dat? Nou ja, nou woon ik niet dicht bij Duitsland. Dus ik kom daar niet vaak. Ik bedoel, ik ben daar nu 1 keertje geweest. En ik zie mezelf er ook niet snel weer komen. Maar hij zit nu inmiddels op 10 euro. Nou is hij wel vaak in de actie dat je hem nog wel eens voor 5 euro kan kopen. En dat is ook prima. Maar toen kreeg ik dus de tip van mijn moeder van misschien is dit wat. En ik ben hem dus nu aan het proberen. Hij ruikt super lekker. Dit is dan gewoon zo'n deo spray. Je hebt hem ook in roller hoor. Je hebt hem in verschillende varianten. Maar ik heb een wat kleinere winkel. Dus bij mij was hij er alleen in een spray. En ik ben deze nu aan het proberen. En hij is echt intens fijn. Hij ruikt echt super lekker. Ik heb hem ook afgelopen weekend gebruikt. En toen had ik lange mouwen aan. Was uiteindelijk best wel een warme dag. Dus ik had korte mouwen aan kunnen trekken. Maar ik wist niet helemaal hoe het weer zat. Hij heeft me droog gehouden. Hij houdt me echt goed droog. De nachten, dat is wat lastig. Ik bedoel, ik ruik niet super fris meer hoor als ik geslapen heb. Maar ja, wie ruikt dat wel, denk ik dan. Dat rook ik met deze ook niet. Maar deze is echt super fijn. Dus mocht je een zweetprobleem hebben, is het misschien een aanrader om eens naar deze te kijken als je er echt last van hebt. Ik vind hem in ieder geval heel erg fijn. En ik heb hem gekocht met 2 voor 6 euro. Hij is normaal 5, volgens mij 6 euro voor 1. Dus dat scheelt in ieder geval alweer 4 euro met deze. Dus ik vind het echt een aanrader. Dus ik wil jullie die tip gewoon meegeven. Misschien als je er last van hebt. Dat deze is het proberen. Is de moeite waard om te proberen. Want ik ben er echt heel erg enthousiast van. Maar het is natuurlijk iets wat je zelf moet beslissen of dat je dat wil. Zo, ik ben klaar. Dat slaapkamergedeelte klaar. Woonkamer is helemaal klaar. En nu ben ik het helemaal zat. De was is al klaar, die hangt straks. Er loopt nu even geen puff meer voor. Wat ik wil met dit weer ga ik niet te droog gebruiken, want het is veel te warm. Ik ga nu eventjes lekker, nog even proberen even te slapen. Want het is wel lekker, even een aspirintje erin. Ging op zich wel goed om het schoonmaken, maar dan merk ik toch weer even dat ik een beetje inpak. Ik heb totaal weer geen zin in eten, maar ik ga wel wat eten. In ieder geval lekker douchen, daar heb ik wel heel veel zin in. Vanavond kijk ik gewoon weer naar, ik weet er alles van, in de B&B Vol Liefde. Ik moet nog even die nieuwe foto maken en dan ga ik even een spelletje doen en mijn blogpost schrijven en mijn vlog inplannen. Dan ga ik verder met de serie Erik en CSI en dan ga ik lekker naar bed en hoop ik wel weer even wat lekker langer te lezen. Zoals gisteren ook lekker lukte. Maar nu probeer ik eerst een beetje af te koelen. Want goh, het is nu toch wel echt onwijs warm geworden. Maar ook omdat je de lamp aan hebt. Maar ja, anders zie ik niet zoveel met schoonmaken. Maar alles is in ieder geval weer lekker schoon. Dus dat is allemaal wel super fijn. Ik ben blij dat ik het allemaal gered heb. Dus ik heb jullie geprobeerd een beetje mee te nemen. Maar het is soms een beetje lastig. Vooral nu met het warme weer. Omdat je alles ja, wat sneller soms wil doen. Maar nou, goed, ik denk dat het even goed nog wel gelukt is. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik heb nu verder niks meer te melden dan dat ik eventjes wat ga drinken en in de relaxmodus ga. Dus bij deze ga ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze
donderdag. Het is vandaag 1 augustus. Ik ben klaargemaakt. Alleen nog wat op mijn lippen. 1 augustus dan, ja, wat gaat de tijd weer hard. En jij ruikt van alles. Serieus, ga je dit eraf likken? Ik heb haarlak en ja, jij ruikt nu gewoon van alles. Je ruikt mijn geurtje. Ik heb gisteravond gekeken naar, ik weet er alles van. Ik moet ook zeggen, ik had gisteravond niet zo heel erg veel zin in om te eten. Ik heb wel gegeten hoor, maar het was niet dat ik dacht, yes, het overheerste allemaal een beetje. Nou, ga er gewoon vanuit dat de komende dagen wel weer beter wordt. Maar ik heb heel erg last gehad van een loopneus. Dus die neus die kwam los, maar het was heel raar. Op de ene zij lag, zat hij helemaal dicht. En op de andere zij lag, was hij open. Maar toen voelde ik het op een gegeven moment eruit komen. En gelukkig had ik een zakdoekje. Dus dat was allemaal wel fijn. Maar ik heb zo'n last van dat hoofd ook. Van dat stoten gewoon. Het is harder gegaan dan ik dacht. Maar ja, goed. Verder heb ik de BNB Vol Liefde weer gekeken. Vanavond wordt echt zo spannend volgens mij. Daar heb ik nu wel zin in om te kijken. Dus het wordt wel weer interessant. En dan hebben we een spelletje gedaan. De foto's zijn nog niet helemaal klaar met bewerken. Dus ik hoop dat ik het vandaag afkrijg dat ik een begin kan maken met schrijven. Maar ik moet even kijken. Ik ga ervan uit dat het allemaal niet helemaal lukt. Ik heb wel mijn eigen blogpost geschreven en de vlog ingepland. Dus dat is allemaal wel gelukt. En toen ben ik Erik gaan kijken. Nog 2 afleveringen is het alweer over. Gaat echt super hard. En toen nog even CSI. Toen ben ik naar bed gegaan. Maar ik dacht dat ik het CSI verder zou gaan. En dat gebeurde niet. Want er bleef een beetje een open einde bij de aflevering van dinsdag. Toen dacht ik, oh dan gaat hij woensdag verder. Maar dat was dus niet. Dat was een beetje gek. En ja, toen ben ik naar bed gegaan, nog even gelezen. En toen ben ik gaan slapen. Het is vandaag iets koeler. Het is wel lekker. Er zou regen komen, maar ik denk niet dat het hier komt. Het is 24 graden en zwaar bewolkt. Daar is het nog steeds wel warm. Je merkt dat ook wel. De temperatuur buiten koelt niet af. Maar de zon is er een dagje niet. Dat is ook wel lekker. Nou, ik heb nog niks gehoord van mijn coach. Die zou op tijd zijn, maar ik weet nog niet hoe laat ze er is. Dus ik ga zo even stofzuigen en dan even wat dingen pakken voor morgen. Dan is het gewoon klaar. En ik heb ook besloten dat ik vandaag heel makkelijk wil met eten. Ik heb nog koel doodles boven, die ga ik straks even pakken. Dan haal ik gewoon 2 van die pompoenpit broodjes bij. Dan hoef ik verder niet helemaal te koken, want daar heb ik echt geen zin in. Dus nou ja, ik neem jullie straks wel weer eventjes mee met boodschappen doen. Verder heb ik gewoon niet zo heel veel te vertellen dan dit. Dus ja, dat is voor nu eigenlijk eventjes hoe het erbij staat. Dus ik ga jullie gewoon later weer zien. Even mijn outfitje. Ik heb dus die jurk aan van de Zeeman. Die zwarte. Ik heb daar dan gewoon wel zo'n broekje onder gedaan. Zoals je kan zien. Gecombineerd met mijn sandaaltjes. Zoals je kan zien. Ik heb dus die riem om, maar ik heb dus niet een stiekje om hem weg te stoppen. Dus ik stop hem er nu zo een beetje bij in, maar is niet heel erg handig. Maar dit is de outfit die ik vandaag aan heb. Ondanks dat het niet super warm is, maar ik heb het best wel warm. Het is binnen heel warm, dus dat kan wel zo. Van de boodschapjes. Katten hebben net lekker gegeten. Ik heb er even flesjes met spa rood meegenomen. Vooral nu de dagen wat warmer zijn, vind ik dat super lekker. Vandaag is het een iets minder warme dag, wat wel lekker was. Ik had het even goed, toch nog een beetje koud, gewoon met mijn jurk aan. Dan heb ik weer chocomel. En
mijn grote vrienden van de ibuprofen. Daar heb ik 4 pakjes van gekocht. Dat vind ik nu toch wel heel fijn. Weer even kattenbrokken. Voor vanavond de pompoenpitbroodjes die ik dan samen eet met de koeknoedels van de kast verteld. Boontjes heb ik hier. Die waren nou ook lekker Hollands. Een zakje patat. Ik zal eventjes deze erbij pakken, want het tijgertje die komt hier erbij. En anders gaat ze daar weer aan likken en dat is niet zo fijn. Gehakt. Voor lekker gehaktballen. En dit is al gekruid. Dus gemengd, gehakt, gekruid. Nou, vind ik wel lekker. Ik vind gehakt sowieso wel wat duurder. Dit is hoeveel gram? 300. Nou ja, ook lekker gehaktballetjes maken. Dan heb ik bij Trekpleister weer eventjes deze gehad. Want hij is zo fijn en hij was nog in de actie. Ik had het jullie natuurlijk gisteren al verteld. Dus ik dacht, nou dan haal ik hem nog eventjes. Ik heb een lekker broccolietje. Dan heb ik eventjes vitaminepillen. Ik heb altijd multi A tot Z. Ik kocht ze altijd bij de Lidl, maar daar kan ik ze dus niet meer vinden. Die hebben ze niet meer. Dus ik dacht, nou, dan haal ik ze wel bij de Trekpleister. 2 keer fietsaus. Die was nu een aanbieding bij de Plus. Ik heb altijd classic gewoon. Die vind ik het fijnste. En ik kwam deze tegen. Deze mokjes van Francine. Die waren nu met 50% korting. Dus ze waren nu nog 2 euro. Dus met de katjes erop. En nu heb ik alle 2. Zonder 2 doosjes. Ik heb ze allebei maar meegenomen. Voor 2 euro. Dat zijn ook van die mooie mokjes voor koffie. Ik dacht, nou hartstikke leuk. Weet je wel. Er surfen nog wel eens een kopje voor 2 euro. Ik dacht, nou dan kan ik beter die andere ook niet nemen. Ja, dat was het eigenlijk. Ik heb verder niet veel gehaald. Ik had niet zo heel veel nodig. Dus dat is ook wel een keer lekker. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan breng ik het even naar boven. Dan haal ik boven eventjes een amaklimonade op. Want die van mij was op. Dan haal ik die eventjes. En dan kan ik lekker dat vanavond drinken. En dan ga ik nog even lekker slapen. Want ik ben wel mijn coach zei ook, je klinkt zo naar, je klinkt zo benauwd. Ik zeg, ja, ik ben gewoon heel verkouden. Dus dat. Op zich, ja, het zit nu ook gewoon een beetje de hoofdpijn gewoon van het stoot hoor. Maar goed, het is allemaal, komt het wel goed. Dan ga ik straks lekker douchen, daar heb ik wel zin in. En lekker eten. En dan, het geeft mij nu heel veel rust dat ik niet echt hoef te koken. Weet je wel, die koeknoedels, dat doe je gewoon met kokend water. Dus dat is ideaal. En dan gewoon die broodjes erbij. Dan is het voor een keertje prima. Gewoon een toetje erachteraan. En het is helemaal goed. Vanavond kijk ik weer naar Ik Weet Er Alles Van. En de BNB voor Liefde uiteraard. Waar ik heel veel zin aan heb. Omdat er wat spannend schijnt te gebeuren. Als ik het voorstukje mag geloven. Nog even lekker een spelletje doen. En Ajax. Want die moet ook. Ook altijd wel leuk. Vind ik natuurlijk heel leuk om te kijken. Als je niks met voetbal hebt. Vind je dat ook niet leuk. Dat snap ik. En dan ga ik daarna Erik kijken. Als ik de foto's heb bewerkt en CSI. Dan ga ik lekker naar bed. En dan word ik morgen weer opgehaald door mijn vader en zijn vriendin. Om dan daar morgenmiddag weer eventjes een poosje te zijn. Dus dat is ook wel weer gezellig. Ga ik voor die tijd even mijn bed verschonen. Want de slaapkamer is verder helemaal klaar. Goed, ik ga nu eventjes nog een aspirintje nemen. En dan ga ik lekker eventjes, als ik opgeruimd heb, eventjes lekker liggen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 2 augustus. Ik ben bijna klaargemaakt. Alleen nog wat op mijn lippen. Maar ik wil straks nog even wat drinken voor ik ga. Ik word straks opgehaald door mijn vader en zijn vriendin. Want het is daar dus vandaag braderie. En daar gaan we heen. Dat is wel leuk. En nou ja. Dat is wel gezellig. Dus dan ga ik eventjes een middagje. Ja, een deel van de avond weg. Ik heb op zich redelijk geslapen. Ik werd alleen een keer al heel vroeg wakker. Ik dacht, volgens mij is het nog heel vroeg. Toen keek ik eventjes hoe laat het was. Het was 17:15. Toen dacht ik, zo. Dus was niet helemaal fit. Dus ben ik even naar de wc geweest. Toen ben ik eigenlijk wel weer verder gaan slapen. Dus dat was op zich wel fijn. Was ook snel weer in slaap. Ik heb ook niet heel lang gelezen. Want ik merkte ook dat ik echt wel heel erg moe was. Maar dat heeft gewoon te maken met die verkoudheid. En nou ja, verder op zich wel redelijk. Alleen nog steeds heel erg last van mijn hoofdpijn. Dus ik neem gewoon even mijn aspirine mee. Ik denk wel dat mijn vader ze ook heeft hoor. Maar ik weet niet of die deze hebben die ik nu gebruik. Ik ben niet zo heel goed in gewone paracetamol slikken. Ik krijg die op de een of andere manier niet weg. Ik weet, sommige mensen die maken ze klein. Er zijn ook mensen die kauwen ze gewoon kapot. Maar dat krijg ik echt niet voor elkaar.
Dus dat is allemaal niet zo heel fijn. Gisteravond heb ik gekeken naar Ik weet er alles van en de BME van Liefde. Ajax zat ik op een tweede scherm. Dat was een beetje een drama, want dat wordt allemaal uitgezonden nu door Ziggo. En ik heb zelf geen Ziggo. De eerste wedstrijd hebben ze via YouTube ook gestreamd. Dat werd nu niet gedaan. Dus ik heb wel een andere stream gevonden, maar die was ook niet helemaal lekker. Maar Ajax heeft dat wel gewonnen. Maar je ziet wel dat er ook wel spelers bij lopen van ik denk, wie ben jij? BNB voor Liefde, ja, vond ik een beetje uit zijn verband gerukt. Want het leek echt of dat er iets heel spannends aan zat te komen. Dat viel eigenlijk reuze mee. Ik dacht echt, nou, is dit het? Maar goed, nou ja, dat was een beetje overdreven, vond ik zelf. Nou, verder heb ik gewoon mijn foto's afgewerkt. Ik heb al een heel stuk geschreven voor mijn blogpost. Ik weet niet of ik hem afkrijg, maar dat zie ik allemaal wel. En toen ben ik een serie gaan kijken, Erik. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Was wel heel spannend hoor. Ik ben wel heel benieuwd hoe het eindigt. En daarna nog even CSI was ook weer heel erg mooi. En toen ben ik dus lekker naar bed gegaan en nog even te lezen. Eten was op zich wel lekker. Ik had dan die pompoenpitbroodje, had ik er 2 van gekocht. En ik had nog goed noedels liggen. Maar merkte wel dat ik toen, echt later op de avond, toen begon mijn maag toch wel weer te knorren. Dat ik dacht, oh ja, het is eigenlijk toch een beetje te weinig. En de hele avond braken die noedels me een beetje op. En dat vond ik wat minder fijn. Dus voor zo'n keer kon het wel, maar het was eigenlijk niet voldoende. Omdat ik normaal gesproken wel meer eet. Maar ja, wat ik gisteren ook wel aangaf, ik moest er ook niet aan denken om weer in die keuken te gaan staan. Nou, ik ga zometeen eventjes stofzuigen en even mijn bed verschonen. Want ik heb de slaapkamer dus verder al helemaal klaar. Normaal gesproken was die vandaag aan de beurt. Maar omdat ik wist dat ik vandaag weg zou gaan, heb ik dat de afgelopen week al een beetje gedaan. Toen dacht ik, dan doe ik op vrijdag mijn bed en dan kan ik vanavond lekker in de schoonbed. Dus dat is wel heel lekker. Dus nou ja, ik heb gewoon nog even lekker de tijd voor mezelf. Want ze zijn er nog heel niet. Dus dan kan ik dat soort dingen nog mooi eventjes doen. Ik ga jullie vandaag sowieso gewoon meenemen. En dan kijken we wel eventjes wat het wordt. Ik weet niet wat ik allemaal kan filmen, maar dat gaan jullie vanzelf wel zien. Ik zal zo nog even mijn outfit laten zien die ik aan heb getrokken. En dan ja, ga ik strakjes de deur uit. Dus op zich ook wel leuk om eventjes weg te zijn en even de warmte uit. Ik voel me altijd wel een beetje naar tegenover de katten dat ze lang alleen zijn. Maar goed, ze zijn met z'n drieën en ik weet dat het kan. Maar ik heb gewoon altijd die gevoelens een beetje. Dat hoort gewoon een beetje bij mij. Goed, ik ga nu eventjes die dingetjes doen en dan zie ik jullie sowieso later. Zou mijn outfit nog even laten zien. Ik heb dus gewoon dit jurkje aan. Ik heb er nu een legging onder en ik twijfel nu of ik hem zo laat. Hij is wel heel fleurig, dat jurkje. Even een lampje aan. Ik heb ook een kort broekje die eronder kan. Maar dan heb ik het gevoel dat hij aan de achterkant wat kort is. Al door dat broekje maakt het niet uit. Ik twijfel nu een beetje, want ik had het straks koud. Ik doe wel mijn sandaaltjes eronder aan die ik gisteren aan had. Maar anders neem ik dat korte broekje mee. Dat is gewoon zo'n fietsenbroekje, zeg maar. Dat je die er gewoon onder, ja, ik die eronder kan doen. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik ga zo nog even voelen wat het weer is. En dan moet ik even kijken wat ik precies ga doen. Maar dit is in ieder geval eventjes de outfit die ik zou laten zien. We'll be right back.
Zo, inmiddels ben ik weer thuis. Alweer een tijdje hoor. Toen ik thuis kwam, even met mijn moeder gebeld. En ik had te eten gegeven. Lekker gedoucht zoals je kan zien. Het was echt heel gezellig. Het was niet een hele grote braderie, maar het was wel even leuk. En jullie nog even meegenomen naar de kermis. Was ook wel leuk. Dus ja, het was allemaal wel weer geslaagd. En nou ja, nu gewoon eventjes ga ik zo even beter alles van kijken. En dat vind ik wel even lekker. Dan ga ik even mijn video in elkaar zetten. Kijken hoe ver ik kom met mijn blogpost. Ik zou nog even kijken voor een boek voor Nathalie. En dan ga ik lekker de laatste aflevering van mijn serie kijken. Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed. Ik denk ook wel dat ik snel slaap. En ik heb lekker schoon bed. Dan kan mijn bed nog verschoond. Dat is allemaal wel weer lekker. Maar het was verder dus allemaal hartstikke gezellig. Dus ik heb jullie meegenomen. Dus ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vonden om de beelden om te zien. Ja, op zich ging het vandaag wel. Ik ben nog steeds natuurlijk wel super verkouden, maar ik heb ook veel kunnen zitten. En nou, ik had die legging, ik had uiteindelijk het korte broekje meegenomen. Die heb ik halverwege de middag toch wel verwisseld, want het was toch wel wat warmer. Maar nee, het was verder echt wel gewoon heel gezellig. Het is wel weer een hele geslaagde dag zo. En nu is het ook weer heerlijk om gewoon weer lekker thuis op de bank te zitten bij de katjes en zo. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Ik heb nog wel wat gehad op de braderie, maar dat laat ik morgen wel even zien. Want dan ga ik nu even lekker spelletje kijken. Mijn haren kammen en even zorgen dat de video en zo in elkaar komt. Dus ga ik dat eventjes doen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 3 augustus. Ik ben klaargemaakt en ik ben heerlijk aan het genieten van het feit dat er even geen zon is vandaag. Het is een bewolkte dag, het is 24 graden, maar het is heel erg benauwd buiten. Dus ik hoop gewoon eigenlijk dat er nog wel een buitje gaat vallen.
Dat staat wel in de planning, maar goed, dat heb ik de afgelopen paar keer al vaker gehoord en dat er geen regen kwam. Dus ja, dat moet ik gewoon eventjes afwachten. Ja, wel lekker om nu ook weer thuis te zijn. Ik ben nog een beetje vermoeid. Ik heb ook twee dagen verkouden. Iets erger is geworden, maar ik voel me gelukkig niet meer ziek en dat is wel fijn. Nou ja, ik had gisteravond eventjes lekker, ik weet er alles van, teruggekeken. Ik heb mijn blogpost in elkaar gezet, maar het duurde ook allemaal iets langer, want ik was niet heel erg vooruit op branden, merkte ik. En mijn blogpost in elkaar gezet. Hoor je dat? Die zin gaat helemaal niet goed. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Mijn blogpost ben ik nog wel mee bezig geweest, maar is niet afgekomen. Dat had ik al wel verwacht. Ik had op een gegeven moment ook zo lekker zoiets van, nou weet je, ik ga gewoon eventjes de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Wat overigens wel heel mooi was en spannend. En ja, ik vond het wel een mooie serie. Erik, ja, ik vind het altijd moeilijk om het iemand aan te raden. Omdat ik series vind ik zo'n persoonlijk iets. Want wat ik mooi vind, hoeft iemand anders totaal niet mooi te vinden. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, oh, kijk die in die serie. Dat ik denk van, nou, dat zou niks voor mij zijn. Dus ik kijk gewoon altijd naar de matchscore. Maar dat heb ik al wel vaker verteld. En daarna heb ik nog even Scott en Bailey gekeken. Toen heb ik nog heel even gelezen. Maar toen ben ik eigenlijk vrij snel geslapen. Ik merkte gewoon dat ik best wel moe was. En dat ik het ook wel lekker vond om te gaan liggen. Was wel weer heel fijn natuurlijk, een schoon bed. En nou, ik heb nu gewoon even de boel een beetje openstaan. Het raam staat open. En de deur in de keuken staat open. Zodat het een beetje doorlucht. En dan is het te hopen dat er toch nog wat regen komt, zodat de benauwdheid een beetje weg kan. Want die is natuurlijk best wel aanwezig. Ik heb vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga een beetje rommelen. Ik heb niet echt iets waarvan ik denk, oh, dat moet ik per se doen. Dus ik ga gewoon eventjes kijken hoe en wat ik wil gaan doen. Jo zou wel even stofzuigen en de bakken scheppen, maar dat zijn gewoon de standaard dingen. En verder zie ik wel wat er gebeurt. Dus ik probeer jullie gewoon weer mee te nemen bij wat dingetjes. Maar ik moet zelf ook even kijken wat ik allemaal wil gaan doen. Ik wil in ieder geval nog eventjes dingetjes laten zien die ik gisteren had gescoord. En dan ga ik even aan de gang. En dan gaan jullie het vanzelf wel zien wat ik allemaal ga doen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes wat er voor mij op de planning staat. Het zijn gewoon van die broeken waar je heerlijk in kunt schoonmaken en die gewoon een beetje stretchy zijn. En dan heb ik hier de zwarte. En die kun je dus heel goed zien. Er zit een soort peetje op in het goud. Dus dat is dan de zwarte. Nee, de witte. Maar die zal ik zo wel eventjes aantrekken zodat jullie even kunnen zien hoe dat eruit ziet. Ja, en nog een beetje. Dus ja, dat is het eigenlijk. Nou, wel heel leuk. Dus dat eigenlijk. Dus ik zal die broek even aantrekken, zodat jullie even kunnen zien hoe het eruit ziet. Ja, het is niet dat jullie dat zelf terug kunnen kopen. Tenzij je een braderie hebt. Maar nou, misschien wel even leuk om te laten zien hoe het eruit ziet. Dus dat zal ik eventjes doen. En dat was wat ik op de braderie had gescoord. Niet heel veel, maar wel leuk vind ik zelf. Zo, ik heb even die witte broek aangetrokken. Zit gewoon lekker hoog. Ik denk wel dat hij wat doorschijnt. Maar hij heeft ook zakjes aan de achterkant. En dan hier leuk die V'tjes. Dat vond ik wel heel tof. En ook hier zakjes. En die zijn niet nep. Die kun je echt gebruiken. Maar ik vond wel gewoon van die heerlijke broeken. Dus ze waren 10 euro. Dus ik dacht, ach, nu wel zwart en de witte mee. Je had echt heel veel verschillende kleuren. Maar ik dacht, nou, gewoon van die heerlijke broeken. Gewoon voor thuis. Ja, heerlijk. Ziet er ook nog leuk uit. Als je gewoon je shirtje eroverheen doet. Zie je bijna niet dat het eigenlijk gewoon een stretchbroek is. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee.
Ik had even mijn teddyjas gewassen. Die was nog steeds een beetje vies. Ook naar Koningsdag was er wat bier overheen gekomen. En ik had hem nog steeds niet durven wassen, maar ik heb hem nu lekker fris. Ik heb hem op een lage stand gewassen. Hij ruikt gewoon nu weer heel erg lekker fris. En ook het stofje is mooi gebleven. Het is niet heel erg zacht of heel erg anders geworden. Want ik had al gelezen dat je hem dan in de droger moest stoppen. En dat, ja, dat hij dan weer een beetje teddy vorm kreeg. Maar het is goed gegaan, dus nu kan hij lekker drogen hier. Zo, ik heb best wel het een en het ander kunnen doen. En daar ben ik blij mee. Eventjes lekker wat dingetjes gedaan. Ik heb dat ding nu hier staan. Die heb ik daar even neergezet. En dat is wel handig. Als ik dan ga eten en er zijn vliegen, dan kan ik hem mooi aandoen. Ik ben nu alweer echt ontzettend moe. Dus ik ga zo even lekker op de bank. Maar het is ook heel raar, want ik had wat afval opgeruimd. En lijkt dat ik heb dat kruidenzakje van de noedels, die heb ik ook in die afvalbak gegooid. Het is net of die kruiden nu nog steeds mijn neus inkomt als ik die afvalbak open doe. Ik ging net de katten eten geven en net of ik alleen maar die kruiden ruik. Dus ik hoop dat dat wel een beetje weggaat. Want ja, dan moet je straks weer eten. En ik heb eigenlijk al helemaal niet zo heel veel trek. Dus, maar dat komt wel goed hoor, want ik ga wel eten. Maar oh, dat ik niet alleen maar die kruiden ruik. Want daar word ik nu een beetje na van. Vanavond ga ik denk ik Hudson en Rex kijken. Ik ga wel even zien. Sowieso denk het huis wel, want daar heb ik eigenlijk wel zin in. Ik ga echt even proberen die blogpost helemaal af te maken. Ga ik de vlog voor het grootste gedeelte ook nog in elkaar zetten en een spelletje doen. Wacht even. Kijk. Er loopt hier zo'n springspin. En die ga ik nu even weghalen. Moment. Zo, die is weg. Ja, ik dacht even dat het eerst een vlieg was, maar het was zo'n loopspin. Ik word sowieso helemaal gek van de spin. Ik ging donderdagavond de katten eten geven. En zat er ook zo'n grote, zeg maar, bij de verwarming. Maar deze hebben zo'n hard barstje. Die hebben zo'n harde korst, zeg maar, bijna. Maar goed, nou ben ik echt kwijt waar ik met mijn verhaal was. Oh ja, dat ik dan nog even een spelletje ging doen. En dan inderdaad ook mijn blog in elkaar, mijn blogpost af wil maken en mijn vlog in elkaar wil zetten. Ik ga een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke, dus ik ga wel even wat opzoeken. Er staat altijd genoeg op, dus gewoon eventjes kijken. En dan ga ik daarna nog even Blue Lights kijken. En dan ga ik lekker naar bed nog even lezen. Ik hoop dat ik niet wat verder kom. Maar ja, gewoon. Niet verkoudheid, je hoofd zit dan zo vol. Maar dat komt alweer goed. Dus dat. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ja, ik ga bij deze dan in ieder geval gewoon zeggen tot morgen. Want ik ben nu alweer heel erg moe. Dus, maar ik heb gewoon geprobeerd jullie bij wat dingetjes mee te doen. Ook nog zo'n lekkere bewolkte dag. Het is 20 graden en geen zon. Dat is wel lekker, want de komende dagen wordt het wel weer wat warmer. Maar ik vind dit wel eventjes geniet door, zo dat afkoelen. En ik heb het raam weer openstaan en de deur. Dus dat is wel fijn. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Hudson en Rex. Dat was wel leuk. Ik kwam er ook achter dat deze Rex, die is dus ook echt familie van de originele Rex van Commissaris Rex. Het is een afstammeling, dus het is heel ver weg. Maar dat is wel leuk om, ja, om te weten. En ik heb ook nog een voor de rechter gekeken. Toen heb ik nog even lekker een spelletje gedaan. En nou, toen ben ik de vlog in elkaar gezet. Ging eigenlijk goed. Dus die is voor het grootste gedeelte klaar. Ik ga even weer verder gaan met die blogpost. Maar dat gaat ook nog niet zo heel erg lekker. En toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gaan uitzoeken. Ik weet zo even niet meer hoe die heet. Ik zal het wel even in beeld neerzetten, want anders moet ik het weer helemaal op gaan zoeken. En daar heb ik eventjes geen zin in. Maar was op zich, ja, ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. Ik heb natuurlijk pas één aflevering gezien, dus dan moet ik eventjes afwachten.
En daarna Blue Lights, toen ben ik lekker naar bed gegaan. Nog wel even gelezen, maar dat boek, dat kom ik ook eventjes nu niet doorheen. Dat is ook wel vervelend, dat ik gewoon even slecht kan lezen, maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga zo stofzuigen en de groente afhalen, vaatwasser even leeghalen en dan ga ik lekker straks de foto's maken. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. En dat is het dan ook wel, verder niet heel veel bijzonders. Ja, behalve dat ik gewoon eventjes lekker ga afkoelen. Dus dat is het eventjes voor nu. Dus ik ga eventjes aan de gang en laat ik straks even de fotospulletjes zien. Zo, ik heb even fotospullen gepakt. Mijn tijgertje loopt er een beetje bij. Ik heb het Nude Lipsticks Collection doosje van Max & More. Van de Action. Met 6 kleuren lipstick erin. Dat is wel leuk. Dan heb ik hier 2 Kimiklo Luminous Highlighters van Essence. En de 2 oogschaduwpaletjes van Catrice. De Color Blast Eyeshadows palettes. Dus in 2 kleuren. Hier ga ik nu even mooie foto's van maken. Zo, ik heb alles wel gedaan wat ik wilde doen. De groente is afgehaald. Ik heb goed stof gezogen. Ik heb de vaatwasser leeggehaald. Ik heb van mijn gehakt nu maar burgers gemaakt in plaats van ballen. Want ik vind het altijd een beetje een drama met bakken. Want dan ziet de buitenkant er heel mooi bruin uit. En dan de binnenkant is vaak zonder niet helemaal gaar. Ik dacht, nou weet je wat, ik maak er wel gehakte burgers van. Is ook prima. Ik bedoel, het maakt niet uit. Dus nee, dat heb ik gewoon gedaan. Foto's zijn gemaakt, is ook allemaal wel gelukt. Dus ik had net nog even wat geïmporteerd. Toen hebben de katten net lekker gegeten. Dus ik ben wat dat betreft wel productief geweest. Maar nu is de energie ook wel op. Nu ben ik ook wel moe. Dus nu ga ik zo eventjes lekker op de bank. Dan ga ik straks lekker douchen. Vanavond heb je de bekerfinale tussen Feyenoord en PSV. Nou, ik wil hem wel even gaan kijken. Dat zijn natuurlijk allebei niet de clubs voor mij. Het zijn mijn clubjes niet. Maar ja, goed. Ik ben dan wel benieuwd hoe het spel er alweer uitziet nu. Ook zoals bij Feyenoord hebben ze ook een nieuwe trainer. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan onderling gaat. Dan kan ik ook wel een beetje zien van, goh, hoe staan de kansen voor Ajax dan. Volgende week begint het weer. Verder ga ik gewoon nog even een spelletje doen en nog even wat terugkijken. Ik denk de meeste Frank Visser en nou, dan komt het allemaal wel goed. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Nu proberen echt die blogpost af te krijgen en alvast die thumbnail bewerken. Dan ga ik die serie kijken op Netflix en dan ga ik CSI kijken en dan ga ik lekker naar bed. En dan hoop ik echt dat ik nu wat verder kan lezen, want het is de laatste dagen echt drama. Maar goed, dat ga ik wel zien. Ik ga nu eventjes wat drinken en ja, dan zou ik bij deze in ieder geval gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 5 augustus. Ik ben klaargemaakt. En ja... Het is 25 graden, maar het is wel licht bewolkt en de zon is er niet continu. Dus ik kan daardoor wel lekker de gordijnen open doen. Dat is wel heel fijn. Ik heb gisteravond... Oké, de accu was leeg, dus de camera vloog uit. Ik dacht dat ik hem goed opgeladen had, maar blijkbaar dus niet. Nou, gisteravond heb ik wel gewoon lekker gegeten. Ik heb dus die voetbalwedstrijd zitten kijken. Ja, het boeide mij niet zo heel veel wie er zou winnen. Want het zijn beide mijn clubs niet. Maar het was uiteindelijk toch nog best wel een spannende pot. Ze trokken het steeds gelijk. En uiteindelijk werd het beslist met penalties. En toen heeft Feyenoord gewonnen. Nou, verder heb ik je huis op orde nog eentje van teruggekeken. Want ik wilde eigenlijk een meester Frank Visser kijken. Maar toen kwam ik erachter dat die er nog op stond, die kende ik al. Dus nou ja, die heb ik dan natuurlijk niet gekeken. Want dat was niet zo heel leuk. En daarna ja, nog een voor de rechter heb ik gezien. Heb ik nog wat gekeken? Maar dat weet ik niet meer. Ik ben in ieder geval even Disney Dreamlight Valley gedaan. Want ik had daar een quest bij. Die had ik nu uiteindelijk ook opgelost. Dus dat is wel leuk. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik heb die blogpost uiteindelijk nog afgekregen die ik af wilde krijgen. En toen ben ik... Alvast een klein beetje in de gang geweest voor de thumbnail voor de video van morgen. Maar de bed hier is nog niet af, maar dat komt wel goed. En nou, toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna zie je zij. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Het lezen ging nu weer een stuk beter. Dat was fijn. Dat betekent ook dat ik, ja, dat ik er, ik denk wel weer redelijk doorheen aan het komen ben van het virusje wat ik heb.
Want je hoort nog steeds wel aan dat ik flink verkouden ben. Dat merk ik ook. Ik heb het gevoel dat er watten in mijn hoofd zitten. Maar ja, weet je, het is verder eigenlijk allemaal best wel... ja, het gaat wel beter. Ik ben blij dat ik me niet meer zo ziek voel als vorige week. Want toen kon ik echt helemaal niks. En dat is nu gewoon opgelost. Dus dat is wel heel fijn. Dus ja, wel lekker dat ik weer even een slag heb kunnen slaan met mijn boek. Maar ik had op een gegeven moment ook zoiets van, volgens mij kom ik er gewoon zelf wat moeilijker doorheen. Ik ga zometeen even lekker mijn dingen doen. De kattenbakken moeten gedaan worden, de douche en de gang. Ik heb mijn nagels nog gedaan. Dat zijn deze. Ik zal straks even die nagellakjes erbij pakken wat ik daarvoor heb gebruikt. Dat zal ik straks nog even laten zien, want dat had ik eigenlijk zullen doen. Maar ik zit nu in zo'n ongemakkelijke positie dat ik niet zo heel makkelijk van de bank afkom, omdat ik ingebouwd ben door katten. Dus dat laat ik dan wel eventjes straks nog zien. Nou ja, ik heb jullie meegenomen bij, mijn blog en YouTube-boek die ik aan het bijwerken was. Ik dacht, dan laat ik jullie dat wel even zien. Dat is misschien ook wel een keer leuk. Ik heb gewoon wat dingen opgeschreven, maar ik heb ook, was ook begonnen met een tekening. Dus nou ja, goed, ik laat jullie het gewoon zien. Dan kijk maar of dat je het leuk vindt. Ik ga nu in ieder geval eventjes de camera verder opladen en dan ga ik eventjes lekker wat doen hier. Zo, ik ben klaar. Als je aan de gang bent is het nog best wel warm. Maar het is allemaal weer gelukt. Dus dat is wel fijn. Uiteindelijk is de zon toch wel weer meer gaan schijnen. Dus dat bol had ik waarschijnlijk beter dicht kunnen houden. Maar het is eigenlijk morgen nog en daarna koelt het wel iets meer af. Dat je ook minder zon hebt. En dat is natuurlijk ook wel augustus. Dus ik denk dat je alweer iets andere warmte krijgt als die we in juli hadden. Maar je hoort ook dat mijn stem weer mee weggaat nu. Ik heb de idee dat ik hem steeds meer kwijtraak. Maar ik zou nog even de nagellak laten zien. Ik heb als basis het lakje deze nude kleur van Caviar Couch aangebracht. Met de naam C02 Eternal Shine. Die heb ik dan als basislakje gedaan. En dan heb ik daar overheen dit nude lakje met een glitter topcoatje erin. Deze kwam uit de Neon Nude lijn en dit is de C09 Illuminating White. Als ik die gewoon op mijn nagels zal aanbrengen, zie ik mijn eigen nagels er heel erg doorheen. Maar breng ik hem aan over dit nude kleurtje, is het een heel erg leuk effect, vind ik zelf. Dus ik ben er wel blij mee, een beetje goudgloedje. Katjes hebben net lekker eten gehad. Ik heb alles eigenlijk weer opgeruimd, dus dat is fijn. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dat vind ik wel even lekker, even wat drinken en zo. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Die lipstick van de Action blijft goed zitten, want die heb ik nu op. En ik heb ermee gedronken en hij zit nog steeds mooi. Dus dat is wel heel fijn. Vanavond heb je het spelletje met Tel Backhand. Waar gaat het over, heet dat volgens mij. Even kijken of ik het nu snap. Dat had ik al een beetje verteld. Hè. Vorig jaar kwam ik daar heel moeilijk in. Ik weet er alles van wel leuker. Maar ja, ik snap op een gegeven moment ook wel dat je... Ze moeten nu zo lang het opvullen, omdat zo lang goede tijden natuurlijk niet komt.
Daarna gewoon weer de BNB Vol Liefde. Daar is het een en ander een ophef over. Maar ik heb nog niet helemaal gelezen wat er nou allemaal mis is. Dus dat ga ik nog wel eventjes lezen. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Lekker mijn Netflix serie kijken en zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed nog even lezen. En dan komt morgen mijn moeder gezellig op visite. Die komt morgen gezellig een dagje. Dus dat is ook wel weer super leuk. Dus goed. Ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag, dus 6 augustus. Ik ga hem even klaarmaken, want mijn moeder doet hem straks gezellig. Dat is wel leuk. Die heeft nu vakantie, dus komt ze gezellig een dagje langs. Dat is wel leuk. Ik was al een keer heel vroeg wakker. Ik denk om 6 uur of zo. 7 uur? Nee, 7 uur volgens mij. Ja, voor mij is het heel vroeg. Voor andere mensen die misschien werken, die denken van ja, dat is voor mij een normaal tijdstip, maar voor mij dus niet. En toen ben ik nog wel even gaan slapen, want ik voel nog wel even slapen. Ik had het wel heel erg warm. Dus ik ben ook wel blij dat het nou hierna weer even iets koeler wordt hoor. Gisteravond heb ik gekeken naar waar gaat het over, het spelletje met Tel Backhand. Ik zat er op zich wel weer in, snel. Dus het was niet dat ik het helemaal verleerd was. Het was wel leuk. Nou ja, daarna gewoon weer de BNB Vol Liefde. Was ook wel weer leuk. Maar er schijnt nu heel veel ophef over te zijn. Achter de schermen wat dingen. En ja, je vraagt je ook wel af van ja, hoe ver klopt het allemaal? Sommige dingen komen een beetje gekkig over, maar goed. En daarna ben ik nog even een spelletje gaan doen. Heb ik de video in elkaar gezet. Ik ben vanmiddag online. En een blogpost geschreven. Ging allemaal wel. En toen ben ik Netflix serie gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan. Mijn boek te lezen. Die heb ik uitgelezen. Dus dat was wel fijn. Ik had het idee dat ik echt super lang over het boek heb gedaan. Misschien dat het uiteindelijk nog wel meevalt. Maar ja, een paar keer was ik ook gewoon te moe om te lezen. Dus dat zei ze ook. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En dan zien jullie straks wel waar ik jullie bij mee ga nemen als mijn moeder er gezellig is. Dus dat is voor nu even de planning. Outfitje van de dag. Ik heb dit playsuitje aan. Maar omdat we ook eventjes de deur nog uitgaan, heb ik er wel even zo'n broekje onder aangetrokken. Voel ik me net iets prettiger bij dan dat ik het niet doe. Ik kan hem gewoon zo iets optrekken. Dan zie je het niet. Maar die zit er in ieder geval wel onder. Dat het allemaal net iets netter zit. Anders vind ik hem net te kort. Dus gewoon omdat ik nu de deur uit moet. Dus gewoon thuis was geweest, had ik er niet zo'n probleem mee gehad. Maar die heb ik er niet voor aangetrokken. Want het wordt vandaag nog een warme dag. Dus. Inmiddels gezellig met mijn moeder. Het is weer een jaar geleden. Oh nee, we waren in Pinksteren. Nu gaan we even gezellig naar het centrum lopen. Even naar wat winkeltjes. De vorige keer was alles natuurlijk dicht op de supermarkt erna. Dus nu gaan we gewoon even kijken. Even kijken voor Nathalie nog wat voor de kids. Oh ja. De Pip. Pip, ja. Pip. En dat meisje heeft het heel erg koud. Die is met de winterjas aan. Ja. Dus ja, het verschil. Heb je een veters aan los? Oh, dat is ook dus als goed. Als ze straks op de bakkers klapt, dan... dus wij gaan even lopen en dan nemen jullie wel eventjes mee wat winkels in. Ja, dus, je mag wel even mee. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dus dat gaan we doen. Thank you.
Zo, wij zijn weer terug. Was wel leuk in het centrum. Het was leuk in het centrum. Ik vind het altijd leuk, die winkels. Een beetje. Beetje wel, maar weet je. Ja, het is Schelde wel een stuk. Zometeen weer tijd om naar huis te gaan. Zometeen weer naar de trein. Ja. Iets later gedaan, want anders moest ik nu al gaan lopen. En anders vind ik het zo... Zo gehaast afscheid nemen, moet even mijn spulletjes pakken. We hebben basketbal gespeeld, hoe vond je? Leuk, maar je moet heel goed nadenken wat je moet doen. Wil je nog wel en dan ben ik het alweer vergeten. Gekocht? Wil ik nog, niet zoveel, broodjes. Wacht, ik ga het pakken. Ja. Nee, maar die glaasjes laat niet zien, hè? Nee. Vakdoekjes en bussen voor Nathalie. Deze. Pip of woensel? Pip. Pip. Die heeft lente ooit van mij gekregen, maar er zat schimmel in. Dus nu hadden ze bij trekpleister, dus nu heeft ze een nieuwe hond. Ze vindt het nog steeds leuk om mee te spelen. En broodjes heeft ze gekocht. Broodjes. Oh ja, en nog je luchtverfrissies voor de stofzuiger. Oh ja, voor die stofzuiger nog deze. Nee, dit is met lavendelgeur volgens mij. Is dat zo? Ja, als ik het zo rook wel. Waarom zetten ze dat er niet gewoon op dan? Nou, het is toch handig. Het is paars, meestal is paars lavendel. Oh ja. Ik weet niet meer welke ik had, dus dat is de buit. Wow. En nu gaan we nog even gezellig zitten en dan even praten. Ja, en dan moet ik weer terug. Ja, dus ik zie jullie later. Doeg! Zo, ik ben inmiddels weer alleen. Mijn moeder is helaas weer naar huis. Dat vind ik wel weer super jammer, want het is echt super gezellig. En ja, ik word er altijd een beetje verdrietig van, maar dat komt alweer goed. Het was gewoon echt een super gezellige dag. Maar de tijd vliegt ook gewoon echt voorbij. Als je het dan leuk hebt. Want echt gewoon super gezellig. En de tijd gaat gewoon hard. En ja, het is nu natuurlijk ook gewoon best wel warm weer. Ik had nu even de boel open. Want het was bewolkt toen mijn moeder wegging. En nu is de zon er weer. Kan ik hem wel weer dicht doen. Maar ja, de katten liggen hier nu ook wel lekker. Dus moet ik even kijken wat ik ga doen. Maar nu zag ik ook dat het volgende week weer een keer erg 33 graden werd. Nu gaat hij weer weg de zon. Dus het is allemaal niet zo mijn ding de zomer. Maar goed, het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Ik ga nog even lekker zitten en dan straks maar even douchen. Het is wel lekker. Ik heb ook hele droge lippen nu. Ik heb nog wat gehad van mijn moeder, maar dat laat ik eventjes in de volgende vlog zien. Want ze heeft het ook voor Nathalie gekocht. En als die deze vlog ziet, dan weet ze het al. Want zij krijgt het ook. Dus het was gewoon een leuk aardigheidje. Dus dat was wel super lief. Ik ga vanavond in ieder geval gewoon lekker dat spelletje kijken. Waar gaat het over? En de BNB voor liefde nog wel even een spel doen. De vlog afmaken. En mijn blogpostfoto's bewerken. Ga ik mijn serie kijken en zie je zij. Volgens mij heette die serie A Girl Guides to Murder. Maar ik zal het weer verkeerd uitspreken. Maar het is op zich wel goed. En dan ga ik een nieuw boek starten. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!